in het koude Amstelveen. Brrr. En Wilma, ja. Die heeft al de eerste vondst te pakken. De eerste vondst. Een Nederlandse kaart. Ja. Een hangertje. Nou, heel leuk. Oh, muntjes. En dat is nog een keer 10 centjes. Ah, toch speelgoed. Woehoe. Wat is... Je knieën. Nee, mijn broek, maar mijn kont. Oh. Is het erg? Ja, heel erg. Niet? Nee. Oh. Ja, wel een dikke scheur. Ik warm je billen straks wel op. Dat is leuk. Een gulden uit 1969. Ik kan nagaan hoe oud het stadspark al is. En een kwartje. Uit 78. Toen was ik 1. Het leuke van hier is wel dat bovenste laag ligt heel veel troep, blikjes en zo. Maar al kom je wat dieper, dan heb je iedere keer van die kluitjes en er zitten stuivers in. Nou weet ik niet of dit een stuiver is, maar... Ja, oei, nog eentje. Wie diep graaft, die heeft wat. Kijk eens, een horloge met diamanten erin. Ah ja, diamanten, eentje nog. De rest is eruit. En die lag echt diep, jongen. Zo, dat was echt niet normaal. Kijk, het lijkt wel een grondverzetbedrijf. Je schrikt toch even als je zo het gaatje openmaakt en je ziet dat liggen. Maar ja, het is gewoon een dopje. Helaas, pindakaas. We zijn ondertussen even verhuisd naar een nieuw veldje. En Wilma heeft een hele fanclub achter zich aan. En voor mij is het weer guldengeld tijdperk. Een duppie. Soms hoef je niet eens te graven. Dan hoor je al dat het een oppervlakte legt. Is het dan? Ah, oh, hier ligt hij. Tadaa! Best wel grappig, hè? Kijk, mooie afdruk. Ik kreeg een beetje een krenkje signaal, maar dat komt omdat er twee muntjes op elkaar zitten. En het ene muntje is helemaal uit elkaar gebarsten en verroest. Ja, dan krijg je hele rare geluidjes. Nou, daar hebben we weer zo'n kluitje. Kijk, ik zie hem al zitten. Oh, ja, nou laat ik hem vallen. Ja, hebben we weer. Weer 10 centjes. Ja, die komen toch wel lekker door, hoor. Die 10 centjes. Wat heb je, schat? Nou, het lijkt op een poot. Hoffakje, hè? Ja, dat is... dat is een voetje van iets. Ja, dat dacht ik wel. Voetje van een kast of van een... Ja, maar hij is zwaar. Ja. Gek, dat is best wel oud. Ja, maar hij is ook... Kijk, je ziet de kleuren nog in. Zie je hier? Oh ja. Hier, de zijkant ook. Zie je? Ja. Oh ja, nou, thuis even schoonmaken. Ja, ik ben wel benieuwd. Leuk. Vind ik toch nog wat. Nou, zeg... Niet voor niks mee. Apart, joh. Kijk, oh, er zit ook echt een werkje. Kijk, ribbeltjes naar thuis even goed schoonmaken. Joh, of vind je niks? Vind ik het nog leuk dat je mee bent? Nou, ik vind dit toch wel hartstikke leuk, of niet dan? Ja. Stel je voor, het is wel iets ouds. Ja, dan heb je iets ouds gevonden.
Yes. Wat heb je gevonden? 20 centjes. Mooi. Een kwartje. Leuk. Hey. Weer een gulden. Oh, leuk. Je ziet hier nog exact de afdruk. 1980. Geweldig. Leuk. Ja. Leuk. Hou weg. Ik heb ook al een loopneus. Dit was hem, schat. Yes. Koud, hè? Nou. Zeker als je uit je broek gescheurd bent. Ja. Nee, alleen ja. Mijn rechterbil is koud, inderdaad. We gaan Wilma de rechterbil opwarmen. We gaan lekker naar huis. Ja, je kan niet altijd heel veel vinden. Alhoewel. Er zitten een paar leuke dingen bij. Er zijn een paar leuke dingetjes bij. Dus ik ga na mijn dankie ga ik nog eventjes hier een foto plaatsen met wat we wel allemaal gevonden hebben. Dan kunnen jullie in ieder geval zien dat we wel lekker op pad geweest zijn. En... dan zeg ik voor nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Waar wacht je nou op? Moet je hem niet uitdoen?